Ja, best allemaal. Als het goed is, over een half uur zou de Bijbelstudie beginnen. En ik hoop nog steeds dat het doorgaat. Maar als je dat blauwe scherm achter mij ziet hier, dat heeft te maken met dat uh, de streaming software die moest geüpdate worden. <coughs> dat heb ik ook gedaan, maar nou blijkt dat de uh, video, uh, hoe heet dat stuurprogramma, die ondersteunt de nieuwe versie niet. Nou, dat is lekker. En dat moet dan geüpdate worden. Nou, dat, uh, dat kan ik in zo snel mogelijk even niet doen. Dat weet ik ook niet hoe dat moet. Dus toen heb ik, voor degene die het snappen, heb ik een herstelpunt gedaan. Dus dan gaat die uh, de computer weer terug naar het moment voordat ik dat uh, heb, uh, die streaming software heb opnieuw geüpdate. En dan heb ik de oude weer als het goed is. Maar ja, hij zegt nog steeds dat het register aan het uh, herstellen is. Dus ja, ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Maar het kan dus zijn dat het misschien dan uh, later als acht uur wordt. Want ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Ja, dat is overmacht. Ik vind het heel vervelend. Maar um, ja, dus ja, daar ben ik gewoon op aan het wachten. Dus, dus dan weten jullie dat het of later wordt... <laughs> of het wordt helemaal niks. Ik weet niet hoe lang dit gaat duren, dus... We gaan het zien, maar dan zijn jullie op de hoogte. Ja? Oké, okay, goed. Uh...